Ja? Ja, Ken? Ja, zeker. Hielke, Bruinsma. Je winnen hier eigenlijk vrij gemakkelijk. De eerste omloop hebben we wel wat regen gewoon in het begin. Jim Bitgem die stond elke keer 6-12 of 6-12 voor. En wij pakken in principe van het rijbordje dat gebeurde, pakken wij de 12. Dus dan kom je 12 in voor. wij komen die partij wel redelijk gemakkelijk terug. Door nog even normaal. In de finale, ja, dan Martijn het les van de reg en Alion die mat voor best opslaan. Dan mag je die gewoon pakken. En dat pakt mij goed op. Ik begin vrij scherp. Ik heb het gevoel dat Ale die er goed voor. En Martijn die wie wat zoekende. Dus wie is het beste wat. Vlienden wieken matten er mooi. Nou Chris, jij alweer de wieken had er beslist om mooi te doen. Vanwege de kar? Ja, dat is even een lastig verhaal. In het begin van het seizoen hebben we zo'n van, nou, Chris gaat dit hier nog mooi. En toen hier een ongelukje gewoon op het werk. Dus hij zei, ja, dan in Bitgem mat matten mooi. Toen is er wat discussie van wie nou mooi moest. Wij hier in principe al Chris tas zijn. Maar dat was eigenlijk gewoon het hele verhaal. Dat wij gewoon zo, nou, Chris gaat dit hier mooi. Ja, Matten sloeg vorige week goed op, dus dat laat het heus niet doen. Maar we hier in principe de afspraak al wel steen. Ja. Wat soort van Friesland? Oranje Woud Cup. Het is een leuke opzet. Dat vind ik sowieso. En Dron Riep doet het hartstikke leuk, die zet het al heel goed op. Dus voor mij moet het wel gewoon trok in. Hè. Ik snap eigenlijk net waarom ze de prijzen naar beneden doggen, want ja, voor de keizer en voor de verenigingen is het natuurlijk wel hartstikke leuk om dan nog meer je beste te doen. Maar qua opzet, nee, ik vind het hartstikke leuk. Mooi finale dag altijd, ja. Het wordt ze nou wel iets te lang tussen de partijen terug, omdat ze de klassementen eens uittrekken. Maar over het algemeen, ja, de vrouwen die hebben wat meer publiek en dat vind ik wel leuk om te zien. Wat op waar zit die onder voorrondes houden? Daar ben ik wel eens geloofd dat ze zeiden van door in je 12 sneurswester in de rut en schoon ze daarheen. Nee, dat was net van. Ik denk gewoon dat ze het op Tiesdioen houden hadden. Want Tiesdioen is gewoon een trainingsdioen voor iedereen. En ik werk hier waarsdioen en misschien ben ik wel oren jongens die ik waarsdioen werk hier. Dus die keuze vind ik net heel goed. Dat heb ik wel eens vaak ongejoen op het bondsbureau en zo. Ik moet altijd mijn werk omzetten. En ik weet zeker dat iedereen op TC gewoon wel van zijn dwarf komen wil. Dat ben ik voor overtuigd. Ja, heel goed signaal denk ik. Want ja, TC stond is vaak de trainingsunie. Ja. Dan zou je van Wisleven in je twee keer, of draai ik misschien de trainingsunie in. Ja. En dan geef je de vol voor. Want ja, je mist soms wat motivatie bij de kids. Dat is het ik. TC is ook vaak een unie dat de jeugd in staat. Traint bij de verenigingen. En ik denk dat het hartstikke leuk is voor de jeugd. Om hun toppers ontwerp te zien van het eigen dwarf. Ik denk dat hartstikke leuk is. Voor de jeugd. En die kan natuurlijk gewoon lekker blokje in en die kan telegrafen verzwaren. Ik denk dat het hartstikke leuk is. Ja, in combinatie met je vrouw is ertussen trouw. Ja, dat hebben we wat ding. Ik vind het wel een heel leuk opzet. We hebben nou 2 keer woon, dus dat zou ik natuurlijk wel. Dat is ik leuk. Daarom is het extra leuk misschien. Maar ik vind de opzet hartstikke leuk. Weet je nou die prijs hinnen? Hij is voor de vereniging, maar krijg je hem een deel? Nou ja, de massage. Wij vlenen wel heel Friesland erop. Dus ja, we moeten gewoon wat onkosten eruit. En voor de rest is het van de vereniging. Ja, hij maskeert ze soms. Ik was per duur zeggen van, dat deelt hebben wij verdienen voor de club. Maar dan worden we eigenlijk voor een jeugdactiviteit of iets voor de jeugd die in het keertserij hebben. Ben je het keer? Niks is gratis voor zelf. Dus er moet ik ballen komen, er moet linnen komen, er moet prijzen komen. Er moet gewoon alles met gewoon financierd worden. Als wij daar een beetje onze stint in bijdrage kunnen. Als wij de bond winnen, dan wil ik van alles op touw zetten. Dat viert je misschien vaak wel eens, maar er zijn natuurlijk een hele groep vrijwilligers waar ik een leuk jongetje voor georganiseerd kan worden. Ja. En dat wij dan onmooi wat mooi, ja, dat is hartstikke leuk. Het seizoen is als die in? Tevreden? Lastige vraag. Ik ben op zich wel tevreden, omdat we natuurlijk wel 6 keer woon hebben in de vrije formatie. En ik heb 1K woon. Dus wat dat betreft ben je heel wel tevreden doen, maar ik zie graag wat meer prijzen pakken met mijn maten, met Johan en Marijnse. Dat vind ik, we hebben gewoon te volle plakjes even het lezen litten, de PC wie net goed. Dus wat dat betreft is het wel een beetje dubbel.
toch zit je hier met de haag om. Ja, dat is toch een lekker gevoel, Hielke. Natuurlijk. Ja, dat is toch wel. Het overheerst toch een beetje. Dat je bepaalde momenten, ja, dat je net scherp genoeg binnen en je in bepaalde patoeren draag in. Ja, dat is gewoon sneu. Maar goed, nogmaals, ja, ik zie wat ik wil met de kroon om. En ja, is mooi zat. Op de minnetje, bedankt. Ja, dankjewel. Volg maar.